1 op de 7 medewerkers heeft last van burn-out. En nog los van de kosten die dat met zich meebrengt, zit iemand met burn-out al snel een jaar tot 2 jaar en soms nog wat langer thuis. En dat betekent natuurlijk een grotere werkdruk voor zijn collega's. Dat betekent heel veel kennisverlies. Dat betekent ook dat je andere mensen moet gaan opleiden om het gat op te vullen. Wat een tijd, wat een moeite kost dat. En heel vaak krijgen we dan de vraag, hoe kunnen we nou iemand behoeden om uit te vallen? Maar eigenlijk is dat geen antwoord. Eigenlijk moeten we daar ons niet mee bezighouden. Waar wij ons mee bezig moeten houden, is datgene dat we een werkomgeving gaan creëren waarbij mensen maximaal kunnen presteren op een hele gezonde, effectieve manier. En daarbij komen we bijzonder graag helpen.